We staan hier aan de start van de Jogclub Ultra. We gaan onze tijd nemen om eens wat markante punten te overlopen. Zelfs om wat toelichting te geven bij sommige plaatsen. We gaan onder meer naar de steilste klim. Het hoogste punt. Hoogste punt, langste afdaling, langste klim, dieptepunt. En daar wat meer uitleg rond geven. We bevinden ons op de steilste 100 meter van de Jogclub Ultra. Ja. Na 3,5 kilometer. Direct bloed in de keel. 100 meter aan gemiddeld 14%. Smal. Singletrack. Eindigen met het steilste stuk. We staan hier op het hoogste punt van de route. Het dak. Het dak van de Jogclub Ultra. 96 meter hoogte. Ja, ijle lucht. We kunnen neerkijken op de buurtgemeentes. Leuven. Velthem. Berchem. Vanaf hier verlaten we ook Berchtembos terug. Ja. Stiepel. We staan hier op het punt waar we de langste afdaling in gaan. Tussen 9,13 en 10,13 kilometer. 44 negatieve hoogtemeters. Dus we gaan van 96 meter. Naar 52 meter. Ja, min 44. Als we goed kunnen tellen. Ja. Hier hadden de kans om uw snelste kilometer op Strava te verbreken. Ja, inderdaad, na 9 kilometer is het toch al opgewarmd. Opgewarmd. Benen nog fris. Ja, wel opgelet, want ook het steilste stuk naar beneden in de route. Dus dat klopt. Tijdig remt. Tips voor de afdaling. Niet te veel nadenken, gewoon gaan. We staan boven op de langste klim van het parcours na 14,8 kilometer, 880 meter lang en gemiddeld 4%. Okay. Dus we staan op kilometer 34, het laagste punt op de route. Ja, toch nog 12 meter hoog. We komen van 96 meter. Tevens Ultra Hendrik, zijn dieptepunt vorig jaar, hier brak hem. Ja, hier heb ik noodtelefoon moeten plegen naar u, hè, Bobby. Ja. Voilà, boven op de Mollekesberg. Zowat de laatste helling van de dag. Ja, onze Poggio eigenlijk. Ja, overschouwen Wijchmaal en Mechelen bij goed weer. Einde van de route. De bedoeling is dat je het bord aanraakt. Dan stopt de tijd. Als je het bord niet aanraakt. DNF. Onverbiddelijk. Ja. Na de route of na de loop, recup shake zo snel mogelijk. Ja, binnen het half uur. Fritten de dag erna, volgens Keppes. Yes. Voor de rest hopen we jullie te zien 10 april. Ja. Paasmaandag. Beter lopen dan het familiefeest. Voilà.